Open. Dicht. Checken. Checken. Oké. Open. Dicht. Open. Dicht. Mond dicht. Ja. Jullie het goed vast, Jan? Ja, denk het toch. Zou het dan moeten doen om de staart? Ja. 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 Mocht meevoelen, Jan, ja. Met starten. Spant. Ja. Oké. En we zijn weg. Welke snelheid moet je aanhouden? Uw heel blokje, uw heel bloesje is goed. Het stijgt hier, hè? Ja. Dus als je hier het bokje naar rechts pakt en uw geluid van uw baan wat harder zet. Wat was dat, hè? Uw computer, wat lager. Ja, daar luider zetten. Ja, voilà. Bij het noorden. Waarop gaan wij thermiek hebben op bepaalde... Op de wolken. Het is niet op de landschappen die eronder liggen. Nee, voorlopig niet, maar geen blauw.
jij dat goed, jong? Zijn hinter de dinges, de molens daar. Ja, van, dat zijn, hinter die zijn van hoogstraten van meer van de grensovergang. Ah ja. En die nu recht voor u, zitten die recht voor u, zijn die van Arendonk. Nee, die zie ik niet. Recht voor u, nu schijn, 1 uur. Ah ja, ja, ik zie ze, ja. En dan staan er nog 1, 2, 3, 4, 5. Daar staan 2 uur. Nee, die zijn ja, erbij gezet. Ja, ja. Maar want ik ga naar beneden gaan, hoe dan ook. Ik vlieg toch naar beneden. Ik vind het wel leuk zo. Dat we nu op 11 uur hebben liggen is Rabel zelf. Ja. En de stad op 1 uur in de Turnhout. Ah ja, daar ja. En aan de horizon heb je zo een op 11 uur heb je zo'n gele plek liggen. Ja. Da? Ja. Dat is de Drunense Heide. In Nederland, net boven Tilburg. Ah ja. Dus dat te voer dat het er ligt is Tilburg. Mm-hmm. En die zijdes voor ons zijn de zeggers van Merksplas.
Is dat van dat centrum? Of niet? Dat heeft niks met dat centrum te maken. Welk centrum? Ah, wel, ja, zitten daar geen gedetineerden in open dingen of wat? Ah, ja, ik weet niet, ja, de commissaris. Het kan zijn dat, dat ze dan moeten werken, ik weet het niet. Die zwever van welke, van waar staat je geparkeerd dan? Is dat hieronder? Dat hij geparkeerd staat? Ja. In een van die hangaars, beneden, van die groene. Aan die kant? Niet van die grote, nee. Hier beneden aan de piste nog. Die twee daar? Ja, die, daarnaast, de andere. Ah ja. De deuren stonden open, maar dat had je niet gezien, het was hier. Ja, maar ja, ik heb jou gevolgd. Hè. Ja. Ik heb niet rondgekeken. Maar ja, cool, kun je zien dat er daar agar staan ook. Ja. Ah ja, nu verstaat het niet. Met de rechtdek. Ja. Ja, meer de zadeldak. Ja. Je ziet er net goed liggen, hè, Jan? Ja. Bellen doen.
Die tweede is die ook lucht in? Nee, nee, die staat er nog. Ah, misschien nu is vertrokken, ja. Dat is nu vertrokken aan de dief. Die is nu aan het aan het komen. Als je boven het begin van de industrie kijkt, daar zit hem omhoog. Ah ja, 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 ja. Dit zijn de kadetten, hè? Die lichtblauwe hechten beneden. Ja, ja, ja. Alles nog goed, Jan? Ja, absoluut. Geniet. Er een gasleiding aan het leggen, dus je ziet de witte lijn in het landschap. Nu daar beneden, daar. Ja. Zijn de gasleiding aan het leggen? Overdrachtleidingen. Ja. Dat is hier dan Turnhout, hè? Ja, ja. Goed, dat is Turnhout. De windturbines goed staan van aan de ja.
bodegillen boven de turnout vliegen? Ja, dat is al een beetje boven de 30. Ah ja. Het is hier nog 70 meter rond, dat kan. Dat is het einde van de ring. Ja. Dan zijn we nog heen terug moeten met een auto. Ja. Zit er goed in hier, hè? Is dat een kasteeltje daar ook? Ja. Daar? Ja. Ja. Dat is ons aanknopingspunt van ons circuit. Ja. Daar moeten we zijn op 350 meter hoogte. 350 meter hoogte, dat is hoog nog, hè. We zitten nu op 650 meter. Ja. En nu moeten we vliegen rechtdoor en dan bochten? Ja, inderdaad. Voor ons zit er wel een ASK-13, hè. Ik denk, recht voor ons, we zijn 60 daar. Nee, ik zie het. 12 uur. Echt goed. Welke hoogte? Net onder de horizon. Je moet hem zien, is wit. Is wit? Ja, nu zie ik hem. Ja, maar normaal ben je een klein beetje te geren. Ah, ja, we zien dat we niet... Ja.